Maar eerst geen concerten, geen repetities, geen zang meer. Al een hele tijd niet. Het publiek mist het, maar ook de zangers en koren zelf die hebben het te verduren. Mariëlle Effing uit Wierden die geeft als dirigent leiding aan meerdere koren in Overijssel. En om haar en haar koren een hart onder de riem te steken had ze gisteren wel een heel bijzonder gesprek. Namelijk met Koningin Maxima. Mariëlle, goedemiddag. Goedemiddag, Mariëtte. Sorry, Mariëtte, pardon. Mariëtte. Mariëtte, ja, bij deze. Dat is oké. Nee, dan hebben we dat maar even rechtgezet. Ja. Al een beetje bijgekomen van dat gesprek met de koningin? Ja, nou, het was erg leuk hoor. De bedoeling is ook dat we het allemaal mogen gebruiken op sociale media. En flink mogen reclame maken voor de koorwereld. Om weer een positieve boodschap te laten horen. Want ja, normaal gesproken geven wij concerten met de koren. En ja, die zijn er bijna al een jaar niet meer geweest. Dus wij willen weer zichtbaar en hoorbaar zijn. En daarvoor was het gesprek echt een hele mooie opsteker. Ja, wat was de inhoud van dat gesprek dan met de koningin? Nou, zij wou de koorwereld een hart onder de riem steken. Zij is al een tijdje bezig om verschillende werkbezoeken af te leggen aan sectoren die nu niet zo zichtbaar zijn. En zoals je waarschijnlijk wel weet, heeft de culturele sector het erg moeilijk. Maar een heel groot onderdeel van die culturele sector, dat zijn de koren. En die bestaan voor het grootste gedeelte uit amateur. Zangers. Mm-hmm. En die mogen nou niet bij elkaar komen. Ja. Maar goed, ik bedoel dat niet flauw, Mariëtte, maar het spreken met de koningin is natuurlijk fantastisch, maar uiteindelijk mag je nog steeds niet zingen, toch? Dat klopt. Alleen, kijk, het punt is dat mensen die in koren zingen willen zich graag laten horen en laten zien. En je mag nu niet bij elkaar komen. Maar op deze manier konden wij wel als sector, laat ik maar zeggen, als koorsector, mm-hmm, iets van ons laten horen. En het is ook ik heb het toch gemerkt bij mijn eigen koren. Ik moest het natuurlijk geheim houden. En na de tijd, ik had zelf een screenshot gemaakt van mij en de koningin. Dus ik kon direct na de tijd tegen mijn eigen koren zeggen dat ik in gesprek was geweest met Maxima over de koorsector. En dan merk je toch bij heel veel koorleden die echt zoiets hebben. Nou, dat vind ik nou leuk en positief. Daar krijgen mensen toch ook wel weer wat energie van. Ja, we worden niet vergeten. Dat is ook een beetje het idee dan. Ja, want ik had het ook al in een ander programma erover. Kijk, je kijkt natuurlijk steeds reikhalzend uit naar die persconferenties. Maar de laatste twee heb ik niet meer gekeken. Omdat ik weet gewoon dat wij als sector gewoon helemaal niet genoemd worden. Ja. En er zit nooit iets voor ons in. Zelfs in de vorige lockdown, laten we zeggen, mochten we ineens helemaal niks meer. Nee. Had nog ruimte en ineens, je denkt dat er versoepelingen komen en ineens werd het weer wat zwaarder. Dus om mezelf een beetje te behoeden en tegen teleurstellingen had ik al twee keer niet gekeken. Misschien dat ik aanstaande dinsdag weer ga kijken. Wat is het hoogtepunt wat jou betreft van dat gesprek? Waarvan zeg je nou echt van, nou, dat vond ik zo'n mooi moment, of dat vond ik zo'n goede vraag of van de koningin? Nou, ik zat daar niet alleen namens de hele koorsector, maar een specifiek onderdeel. Ik zet mij heel erg in voor het zingen met jongens. Ik heb een stichting opgericht, die heet Boys Keep On Singing. En ik wil met die stichting graag meer jongens activeren om te gaan zingen. Jongens en mannen. En ja, wat een leuk moment was, is ik had de koningin al een keertje live ontmoet. En dat was een aantal jaren geleden in Oldenzaal. En toen hebben wij via een list haar toch een boek weten aan te bieden. Het mocht eigenlijk niet. Dus ik kon zeggen, majesteit, we hebben elkaar al eens de hand geschud. En dat was heel leuk. Om een keertje majesteit te mogen zeggen. Dat doe je niet elke dag. Fantastisch. Ja, als je dan even bij dat de zingende mannen thema blijft, heb je het daar nog dan over gehad? Hè? Zingt Wim Lex, zingt hij wel eens een moppie? Nou, kijk, de koningin heeft natuurlijk een meidengezin. Ja, precies. En dat is echt een andere dynamiek dan een jongensgezin. En daar heb ik het niet met haar over gehad, wel in de voorbereiding. Kijk, ik kan me nog de persconferentie herinneren waar toen Willem-Alexander nog een puber was. Nou, die persconferenties zagen er echt iets anders uit dan die persconferenties met die meiden erbij. Dus, en zo heb je eigenlijk dat ook een beetje in die kinderkoren. Als je een kinderkoor hebt met alleen jongens, mm-hmm, is er echt een hele andere dynamiek dan een kinderkoor met alleen meisjes. Ja. Nou, ik sta roerend achter je zaak, hoor. Want ik kan intens genieten van die gigantische mannenkoren bijvoorbeeld. Ja, en ja, wat ook gewoon bij kleine jongens speelt ook bij de grote mannen, laat ik maar zeggen. Dat is namelijk, het groepsgevoel is erg belangrijk. Laten we zeggen, ik ga met die jongens niet natuurlijk geen biertje drinken aan de bar, maar wij drinken een glaasje oranje en dan vertellen we een goede mop. En dat is gewoon erg belangrijk ja, voor het groepsgevoel. Dat hebben meisjes natuurlijk ook, maar jongens zijn daar heel vatbaar voor. Ja. En toch ook nog even, ik ben ook wel benieuwd, de inhoud van zo'n gesprek. Stelt zij dan vooral vragen of vertelt ze ook dingen vanuit haar eigen ervaring, Koningin Maxima? Nou, er waren verschillende sprekers. Mm-hmm. Het was eigenlijk, we waren uitgenodigd door Koornetwerk. Koornetwerk is een verzameling korenbonden. Koren zijn georganiseerd. En nog andere organisaties van dirigenten of het Nederlandse Kamerkoor is er ook aan verbonden. En er waren 6 sprekers en daar was ik 1 van. En natuurlijk probeert iedereen zijn eigen gebiedje onder de aandacht te brengen. Ja. Want wij krijgen, ik ben nu ook verbonden via Zoom, wij krijgen een opname van de hele Zoom-sessie met Maxima en die mogen wij gaan gebruiken. Wij mogen dat gaan gebruiken om ons eigen onderwerp onder de aandacht te brengen. Ja. En het betekent voor jullie als koren dat je zegt van, nou ja, wij zijn er ook nog. En zit er dan ook nog iets van, nou ja, toch ondersteuning in bijvoorbeeld financiële vorm of zo aan vast? Of speelde dat niet zo? Is dat niet zo'n issue geweest? Nee, we hebben het helemaal niet over financiën gehad. We hebben het natuurlijk wel over financiën gehad. Ik denk dat wij net zoals, want hiervoor was een item over sport. Ik denk dat met koren hetzelfde is. Kijk, kinderen zijn natuurlijk, mochten ook een tijdje niet zingen. En wat je natuurlijk krijgt is, ik werd gelukkig wel doorbetaald, want ik ben online gaan werken. Het repetitiegebouw moet wel betaald worden, want ja, dan als je aan dat soort verplichtingen niet voldoet, dat valt alles als een kaartenhuis in elkaar. Precies. Maar het zijn natuurlijk kinderen die motivatieproblemen krijgen. Volwassenen ook. Als jij al 10 jaar lang elke donderdagavond lekker gaat zingen en na de tijd een biertje drinkt met de mannen. Ja, doe dat eens een jaar niet. En misschien heb je wel wat anders gevonden wat leuk is. Ja. Dus in die zin treft het de koren financieel heel erg. Ja. Nou ja, er is voor de koren nog niet heel veel licht aan de horizon, maar laten we hopen dat het er ook snel komt. Al dan niet buiten of wat dan ook. Nou, met de kinderen, kinderen tot en met 12 jaar mogen zingen. Het is alleen niet de bedoeling dat je kinderen van 100 basisscholen bij elkaar zet, want dan loop je wat meer risico. En ik mag van de gemeente Oldenzaal in ieder geval met jeugd tot en met 17 jaar buiten activiteiten ondernemen. Nou, het weer was er niet naar afgelopen week, maar ze waren er allemaal. Ik zie door de hagel en sneeuw. Ja, precies. Ja, ik denk aan Nielson, IJskoud bijvoorbeeld, zou een mooi lied kunnen zijn om samen te zingen. En zo heb je er al meer. Ja, ik zal het even gaan opzoeken. Ja. Dat, maar goed, ze kunnen wel tegen een stootje. Ja. Zingende jongens zijn absoluut geen watjes. Mariëlle, tot slot hadden we afgelopen 2 jaar geleden had je een gesprek met Maxima ongeveer. Wat was het, een aantal jaren terug? Vertelde je, toen gaf je een boek. Ja, toen was Maxima en Willem-Alexander waren op werkbezoek in Oldenzaal. En toen mochten wij met de Stadjongenskoor Oldenzaal in een route was liepen. Mochten wij staan zingen, dat hebben we ook gedaan. Maar toen, het Stadjongenskoor bestaat al 100 jaar en we hadden een jubileumboek. En wij dachten van, het zou toch mooi zijn als Maxima dat jubileumboek in ontvangst kon nemen. Maar wij mochten dat absoluut niet doen, maar we hebben dat toch gedaan. Ik heb een van de knapste jongens op de redeling gezet. Ik heb de beveiligers ingetuind. En Maxima die liep echt in één streep naar die jongen toe. Dus die aanval is gelukt op een positieve manier. Gisteren had je contact met koningin Maxima. Wat is nou? Hebben jullie alweer een afspraak gemaakt om samen een biertje te drinken of wat dan ook? Nou, dat niet. Er was nog wel één hele slimmerik. Die ging een festival aankondigen. En dat is Leading Voices. Dat is een heel groot festival volgend jaar in Utrecht. En die slimmerik die nodigde haar meteen uit om dat festival te komen openen. Dus wie weet ga ik haar daar weer zien. Mariëlle Effing, dankjewel. En succes met je koor voor wat wel kan en voor wat niet kan. Sterkte nog even. Ja, hartstikke bedankt. En fijne dag nog.